Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Petmeijer. Ik ben hoofdredacteur bij Tophair en trainer en partner van Jump Management voor kappers. En dit is mijn 157ste vlog op zondag. En deze keer gaat het over focussen op maar één ding. Als jij er ook last van hebt, dat je veel te veel ballen in de lucht hebt en dat je veel te veel dingen tegelijkertijd moet doen of wil doen of denkt te moeten doen, dan is dit de juiste video voor je. Blijf even hangen en luister. Ja, beste mensen, dat is geloof ik iets wat we allemaal een beetje hebben. Wij willen alles tegelijkertijd. En soms denken we ook dat dat zo hoort. En heel veel mensen denken ook dat dat zo kan. Maar ik kan je één ding vertellen. Dat kunnen onze hersenen helemaal niet. Dat kan ik niet, dat kan jij niet en dat kunnen andere mensen ook niet. En denk even aan je situatie in de zaak. Dat je denkt, ja, ik ren hier als een dolgedraaide hamster maar in dit rad. En ik moet dit doen, ik moet dat doen. En oh ja, daar moet je ook nog aan denken. En ook dat gisteren, dat ben ik ook nog vergeten. En wat ik nog wilde zeggen en Dan roep je me wat en niemand luistert dan trouwens ook. Want je zit de hele dag eigenlijk iets te roepen. En die klant of die medewerker denkt, ja, dat heb je er weer. En ze roept altijd wel iets. En jij denkt dat ook. Ja, ik zeg altijd wel iets. Dat heb ik al 100 keer. En dan kom je s'avonds naar huis en dan zeg je, ik ben zo moe van. En ik weet ook helemaal niet hoe ik dat anders moet doen. Ja, lieve mensen. Het is ook, als je dat niet oefent en als je dat niet weet, dan blijf je ook, rennen. En daar krijg je stress van en dat wil je eigenlijk niet. Nou, privé is dat trouwens hetzelfde. Daar doe je ook, en dan moet je iemand naar de sportschool, dan moet je kinderen naar het paardrijden brengen en dit en hup. En dan moet je daar nog op letten. Nou, je weet het, hoe het gaat. Maar laat het ons even bij de zaak houden, want daarvoor doe ik deze vlogs op mijn andere YouTube-kanaal en op mijn andere Facebook-kanaal. Daar gaat het over persoonlijke ontwikkeling. En daar ga ik dit wat ik voor kappers doe, dat ga ik dan voor iedereen doen die in persoonlijke ontwikkeling geïnteresseerd is. Daar ga ik bijna dezelfde thema's behandelen als nu voor kappers, maar dan gaat het over de directeur, eigenaar van je eigen ik-BV. Dus hoe hou je jezelf draaiende? Maar verder naar de zaak. Ik heb er dus ook last van. Hè? Ofschoon ik als kernkwaliteit flexibiliteit heb. Als ik meer dan 3 ballen in de lucht heb en ik wil de 4e erbij nemen, ja, dan vallen ze allemaal op de grond. Zo zit dat gewoon in elkaar. Wat heb ik gedaan? En dat doe ik trouwens al langer. Ik focus mij per week of per dag, privé dus per dag, op één thema waar ik deze dag over na wil denken, wat ik deze dag wil zien, wil doen, wat ik deze dag in de spotlights wil hebben. En in de zaak moet je dat per week doen, want anders wordt het te onrustig. Nou, maar hoe doe je dat dan? Je pikt in de zaak per week een weekthema eruit waar je op wil focussen. En dan hoor ik jou zeggen, ja, moet ik het andere daar maar niet bij doen? Ja, natuurlijk moet je aan alles denken, maar niet alles tegelijkertijd. Je verliest je doelen en alles wat je wilt, dat verlies je uiteraard niet uit het oog, maar je focust je per week in de zaak op één thema. En ik heb 52 weekthema's bedacht waar je in de zaak op kunt focussen. En ik laat je even zien wat ik daarmee bedoel. Wat je hier ziet zijn de weekthema's die ik heb ontwikkeld voor kapsalons. En je ziet, ik heb er niet 52, maar ik heb er, geloof ik, even kijken, 65 heb ik tot nu toe. Dus voldoende om te kiezen. Nou, wat bedoel ik ermee? Ga dus op één ding focussen per week. Bijvoorbeeld, deze week letten we erop dat we vooral complimenten geven aan je klanten en aan je collega's. En de volgende week letten we de hele week op de houding.
De houding van jezelf, de houding van je collega's en je mag elkaar dan ook corrigeren. En een week later letten we erop dat we de stem op de goede manier gebruiken. Want de stem is zo belangrijk en als je een te hoge stem, een te snelle stem hebt en je bent, dan klink je gestrest en de klant merkt dat ook. En als je aan het adviseren bent en je doet dat met zo'n heel hoog stemmetje en heel snel, dan weet de klant, oh jeetje, ze is heel onzeker met advies, dus dat werkt niet goed. Dus stem, daar moet je natuurlijk ook met je collega's erover spreken, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En dan zeggen, ja, let deze week erop dat als je aan het adviseren bent, dat je stem terugneemt, dat je met een relatief lage stem je advies doet, want dan kom je heel zelfbewust over. Nou, de week erop letten we op het oogcontact wat we met klanten hebben. En je snapt waarschijnlijk nu wat ik bedoel. Dat is, je kunt niet elke dag op je houding letten en op je stem en oogcontact en op de service en op de kwaliteit en op de producten adviseren en meer aandacht geven en meer kosten besparen. Ja, dat zijn allemaal dingen die zijn belangrijk, maar je kunt in godsnaam geen mens op deze planeet kan dat allemaal tegelijkertijd bevatten. En daar kun je ook niet op letten, want dan ben je met allerhand dingen bezig, behalve met je klanten, ben je alleen maar met je gedrag bezig. En dat willen we toch niet hebben. En hoe ga je zoiets nou introduceren? Je doet een actueel uurtje met je medewerkers en je zegt, hey beste mensen, vanaf deze week willen we elke week met een thema werken. En die thema's, die doen we 4 weken van tevoren, gaan we die bekendgeven. En elke keer op een actueel uurtje kiezen we uit deze lijst de thema's waar we het over willen hebben. En wat doe je? Je gaat dus begin van de week, schrijf je dat thema bijvoorbeeld hier, meer kosten besparen. Dat schrijf je op een papiertje en daar plak je op de koelkast of op een deur of op je whiteboard of waar je het ook wilt hebben. En dan bespreek je dat even begin van de week met je medewerkers. Dus wij gaan deze week letten op de kosten. Hoe doen we dat? En aan het eind van de dag ga je bijvoorbeeld de dag evalueren van hebben we dan ook kosten bespaard enzovoort. Dan die week erop, dan doe je het thema meer vragen stellen en zelf minder praten. Ja, kijk, als je dat niet vertelt aan je medewerkers wat je daarmee bedoelt, dan werkt het nog niet. Je moet natuurlijk een inleiding doen aan je medewerkers van zo heb ik gedacht dat dat is. En zo wil ik graag dat we dat deze week doen. En je mag daar natuurlijk 's avonds met je medewerkers over praten. Als je geen medewerkers hebt, dan doe je dat toch zelf. Dan ga je toch zelf met deze dingen aan de gang. En de ene week dan gaan we de 3 McDonald's vragen stellen. Nou, als je niet weet wat het is, kijk allemaal op mijn video's. Want heel veel dingen die hier staan, bijvoorbeeld ook de mondelinge enquête doen met je medewerkers. Daar heb ik allemaal video's over gedaan. Ik heb nu 157 video's. En bijna alle thema's die hierin staan, heb ik wel eens ergens besproken. Dus ik kan nu niet 65 thema's hier in deze video bespreken. Maar je mag wel de lijst hebben. Als je deze lijst wilt hebben, stuur dan een mail naar info@peptalk.nl. Je krijgt de lijst gratis. En ik kan je beloven, het is echt niet moeilijk om om dit te introduceren in je zaak, werken met een weekthema. En je hebt er heel veel baat bij. Dingen gaan veel makkelijker als je focust. Oké. Als je mijn video's leuk vindt, geef me een duim omhoog. En nog leuker natuurlijk, als je ook abonneert. Dan weet ik waarvoor ik het allemaal doe. Beste kappers, ik wens je voor volgende week heel veel wijsheid en wij zien en spreken elkaar weer volgende week zondag. Dag mensen.